Cool. Nou, goedenavond luisteraars. We doen nu een tweede poging bij het interviewen van Mayan. De batterijen gingen zo net leeg. Maar goed, voor alles is het een tweede keer. Dus kunnen jullie dan opnieuw voorstellen en meer over de band vertellen aan de luisteraars? Ja hoor, dat kan. Nou, ik ben Jacques Driessen van Mayan. En ik ben Frank Schippers van Mayan. Hij is de toetsenist, ik ben de gitarist. Ja. En punt. Oké, ja. En hoe is de band ontstaan? Ja, het is begonnen met mij en met Mark Jansen van Epica. Wij kennen elkaar al heel lang van After Forever. Ik was daar de eerste toetsenist. En ja, op een gegeven moment spraken we elkaar weer nadat hij al jaren met Epica bezig was. En toen zijn we gewoon eigenlijk weer begonnen met nummers te schrijven. Eerst een nummertje voor Epica, voor Design Your Universe. Dat was Resign to Surrender. En ja, toen beviel ons dat eigenlijk zo goed dat we dachten van we moeten gewoon eens wat verder gaan kijken. Toen zijn we eerst met Sander Gommans wat gaan opnemen en wat componeren, wat ook heel goed beviel. Alleen hij had helaas te weinig tijd, dus we moesten met z'n tweeën weer op zoek naar iemand anders. Toen kwamen we Frank uit, Frank Schippers, die naam die zei me in het begin niks. En toen zei Mark van ja, nou, die ken je van Christmas Metal Symphony en goede vragen mee en die kan wel een potje spelen. Ik zeg ja, nou dan laat hem maar eens langskomen. Ja, dat klikt eigenlijk meteen, want we gingen daar met z'n drie samen zitten en we begonnen meteen te componeren en dat liep gewoon. Soms heb je gewoon een klik en soms niet, maar dat was absoluut een klik. Tenminste wat ons betreft. Toen zei Frank ons. Ik vond het kut. Precies. Nee, dat ging het inderdaad helemaal te gek. Ja, je schrijft zo in een middagje met die jongens een nummertje. Dus dat gaat hartstikke zo. Dus, maar ik zet gewoon de klik aan van de computer en speel maar wat. Nou ja, Jacques speelt wat en ik speel wat. En het werkt gewoon samen. Dus het opnemen, het schrijven, dat ging helemaal vanzelf. En in no time hadden we al een aantal nummers. Ja, en toen inderdaad, toen besloten om er een band omheen te zoeken. Het eerste idee was volgens mij alleen een cd'tje maken. Toen dachten we, dat bevalt zo goed, dan gaan we een hele band omheen zoeken. Nou, toen kwam Mark aanzetten met logischerwijs Isaac en Arjen van Epica om het live te doen. En we moesten een bassist hebben. Nou, een vriend van mij, Jeroen Tesseling van Pestilence en Obscura speelde in. Die heeft dan in de studio de cd ingespeeld op bas. Maar voor live ging dat niet werken en toen kwam Mark aanzetten met Rob van der Loo. Nou, die kennen we allemaal van eerdere bands zoals Uncaged. En die lane heeft hij ook ingespeeld. En ja, zodoende hadden we een live band bij elkaar. Toen moesten we bij de muziek hoorden ook nog wel wat cleaner zang. Want Mark's intentie was eerst te gaan grunten en geen gitaar te spelen. Maar omdat die muziek best wel divers werd wat we deden, vroeg dat ook om wat cleaner zang. Toen kwam bij Henning Bassen uit. Van The Stars of Seasons, zanger. En hij heeft in allemaal bands gezeten. Ook kende zoals Halloween, Camaray heeft hij meegezongen, Firewind. Metallium natuurlijk, zijn eigen band. Ja. Maar ik kende ook nog Laura Macrie, Siciliaanse operazangeres. Liet hij ons horen, nou, daar kregen we allemaal kippenvel van. Zij moest ook op de plaat. En we wilden nog wat leuke zangeressen erbij. En dat waren Floor Jansen en Simone Simons. En dat, die moesten eigenlijk ook wel op de plaat komen. En zo hebben we ons clubje bij elkaar. Ja, dat is een hele mooie plaat uitgekomen, Quarter Past. Die is inmiddels bijna een jaar uit. Hoe zijn de reacties door de media en het publiek? Ja, die zijn vrij divers. Over het algemeen hebben we wel het gevoel dat het goed ontvangen is. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat van jezelf te gaan zeggen. Ja, het is goed ontvangen. Vind ik moeilijk om over jezelf te zeggen. Veel mensen die toch al langer iets op zoek waren naar iets symfonisch wat wel harder was dan Epica, die vonden het wel heel fijn dat wij dan die plaat uitbrachten. Ja. Dus daar zijn we erg blij mee. Dus je lukt het dan blijkbaar toch om een nieuw publiek aan te spreken. En we wilden ook iets vernieuwends doen, iets wat niet per se in een straatje gezet kan worden. Veel mensen vonden het ook in het begin wat chaotisch klinken, maar ja, dan luisteren ze een paar keer en dan groeit het album voor hun. Dus ja, dat is ook wel een beetje wat we voor ogen hadden. Dus wij zijn er heel blij mee.
Dat zag je ook al in de recensies. Ja, ook wel goede platen, een paar keer luisteren. En recensies die waren allemaal boven verwachtingen goed. Allemaal 8 en 9, een paar 10 gehad zelfs. Zo, ja. Dus daar wel te kijken, ja. Wow, doe mij dat. Dat is gaaf. Absoluut. Maar hij merkt wel het live publiek inderdaad. En, dat ik bij de eerste poging van het interview al zei. Precies een stuk headbang en dan komt er weer een ander stuk. Het is wel muziek, die moet je even doorhebben. Ja, echt wel, als je vaker luistert, denk ik dat je steeds beter gaat snappen hoe het in elkaar zit. Ja, jullie hebben het best wel een mix van verschillende stijlen door elkaar. Wat is voor jullie persoonlijke qua bands inspiratie? Oh, 300.000 bands. Ja, dat kun je denk ik wel horen. Wij spelen echt spontaan wat in ons opkomt. En we luisteren allemaal van snoeiharde death metal tot symfonisch, tot klassieke muziek, tot hard rock, noem maar op. En we doen gewoon wat we leuk vinden, denk ik. Het is heel divers. Dat geldt bij mij van New Age artiesten tot aan behoorlijk brute metal bands. En ja, dat varieert gewoon ontzettend. Dat kan ik tegen namen noemen, maar en veel filmmuziekcomponisten toch nog steeds. Ja, goed, als je als toetsenist mee doet, is dat niet zo vreemd. Maar er zijn veel componisten die heel goed zijn, die helemaal niet zo bekend zijn in het filmwereldje. En op YouTube zie je toch behoorlijk wat namen. Yeah. Sommige mensen zullen Two Steps From Hell misschien niet zeggen. Maar in het metal, ik kan natuurlijk het lijstje van Dimmoborgir of Satyricon opnoemen. Dat zijn voor mij ook wel bronnen. Altijd een beetje van de evil akkoorden en daar een soort van sinistere sfeer aan hangen. Dat is gewoon, springt me nog steeds enorm aan. Dus ik ben er ook een beetje mee opgegroeid. Dus het heeft ook een beetje nostalgische waarde. Je neemt het toch wel mee. Ja. Dus ja. Inmiddels, wat doen we de komende tijd van mij aan verwachten? Ja, we zijn alweer bezig met nieuwe nummers, hè Frank? Ja, we hebben al best wat, een stuk of 14, 15 nieuwe. Dus er zit alweer een nieuwe plaat aan te komen. Ja, dat gaat allemaal zo snel. Ja, dat zit heel hard. we denken nu ook dat er iets meer mensen hun bijdrage leveren. We hebben eigenlijk het eerste album hoofdzakelijk met z'n drieën geschreven. Tenminste, de nummer zelf. De songteksten die kwamen van Mark af. Die heeft Mark voor het grootste gedeelte geschreven. Maar nu denk ik dat er gewoon toch iets meer inbreng komt, ook van andere bandleden. Ja, laatst kwam Rob aanzetten, de bassist met een ontzettend trash nummer. Ja, echt te gek. En wij vinden het nu al zonde als we dat niet gaan gebruiken. Dus, ja, precies. Ja, iedereen die kan schrijven in de band, dus Isaac is ook fucking goede gitarist. Absoluut. En Arjen eens kijken. Ik weet nog dat hij vertelde voor God die troont, heeft hij ook bijgedrumd. Ja, dat was ik al. Ja, ik hoorde eigenlijk ook al best wel wat God die troont invloeden in terug. Oké. Okay. Ja, Arjen heeft dus op onze plaat natuurlijk wel in de studio zijn eigen draai eraan gegeven. Ja. Dus zijn drumwerk. Want we hadden alles van tevoren met de drums wel geprogrammeerd en zo. Maar hij luistert gewoon een nummer en hij drumt dat in één keer naar. Dat is niet normaal. Dan wel op zijn eigen manier. Dat was prachtig. Dus dan hoor je dat wel terug, denk ik. Ja, dan kwam die van drumstel, dan kwam hij terug eventjes naar het opnamehok. Waar we dan met Sascha Pets zitten. Die dus ook die heeft verschillende bands al opgenomen. Zoals Camelot, ook Epica. Dus dat was een bekend gezicht voor een aantal van ons. Maar dan kwam Arjen terug naar het hok, had hij wat drums gespeeld en op een gegeven moment wist hij het even niet. Dan vroeg hij van, hey, wat vinden jullie dat ik daar moet doen? En telkens zeiden we dan zoiets van, doe dat maar gewoon op je eigen manier. En dan daarna ging hij één keer spelen en was het gewoon zo retenstrak en bijzonder. Dat ik dacht, dit is gewoon echt bizar. Dit is echt, ik vond dat echt heel gaaf om te zien hoe snel hij dat ook deed. Ik geloof dat hij één dag had hij zo'n 3 nummers. Ja, 2,5 dag had hij alles erop staan. Dat was gewoon een paar nummertjes, s'avonds biertje. Ja, dat was echt ook wel een biertje. S'ochtends een biertje. Ja, weet ik. Hoort er ook bij natuurlijk. Wat, die jongen die luistert een keer een nummer, hij drumt het een keer en hij drumt het in één keer in. Zo blijf je stil. Ja, absoluut. Okay, zijn er binnenkort nog tourplannen? Voor Epica wel, ja. Voor Epica zeker. Ja, zoals sommige van de luisteraars misschien weten, een aantal van ons zijn in Epica. Dus het is, we hadden natuurlijk best voorprogramma willen zijn, maar dan zit je met een aantal mensen die dan daardoor wel op één avond wel 3 uur moeten spelen, dan wel zingen. En dat is gewoon, is misschien een optie voor 1 of 2 avonden, maar als je een hele tour gaat doen van een paar weken, dan... Ja, dat is voor hun nog veel te druk. Dus, ja, precies. Net een nieuwe plaat uitgekomen, de tour en alles zo gek. Dus die daar druk zat mee en ondertussen schrijven wij de nummers door. En de eerste show die nu in ieder geval vaststaat is in september op Prachtbouwer USA in Atlanta. Dus daar gaan we nog wel heen dan. En,
ja, er zit nog wel wat in de running, maar verder is er nog niks bevestigd, omdat EPK dan zo druk is. Mm-hmm. Dan kunnen wij logischerwijs niet spelen. Er zijn andere jongens bezig, dus en Duits. Ja, wat dat betreft is het nu gewoon even rustig, maar ja, dat, als de EPK weer wat rustiger aan doet, dan is er ook weer iets meer ruimte voor ons om op te treden. Dat is ook de bedoeling. Dan kunnen wij mooi schrijven. Ja, wij kunnen ondertussen weer schrijven. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Ja. Ja, is het ook erg gecompliceerd om een band te hebben waarvan de meeste leden ook in andere bands spelen nog? Mm-hmm. Ja, gecompliceerd. Ik zeg ja en nee. Aan de ene kant heb je natuurlijk, zoals we al vertelden, van EPK heeft zijn eigen verplichtingen, daar moeten zij ook bij aanwezig zijn. Aan de andere kant, om bijvoorbeeld voor mezelf te spreken, ik heb gewoon nog een normale baan er langs. En als je een tour van als bij EPK van anderhalve maand, dat doe je niet zomaar. Dan moet je best wel wat geregeld krijgen. En als je dan een beetje ruimte hebt om het te kunnen opnemen, zodat het wat qua tijd, minder tijd kost, dat helpt wel mee. Dus aan de ene kant zit je dus wel dat een aantal mensen gewoon verplichting hebben bij EPK, maar dat wisten we van tevoren. Ja, aan de andere kant helpt het ook wel omdat dan iedereen tijd heeft voor zijn eigen voor zijn baan of voor zijn eigen dingen of projecten. Dat helpt ook. Ja. Dus, en dat geldt voor iedereen in de band wel. Eigenlijk heeft iedereen er wel iets bij. Zelf bij een ander bandje erbij gegaan. Prostitute Disfigurement. Oké. Michiel. Met Michiel, ja. Maar, volgens mij heb ik jou ook al eens eerder gezien dan. Maar je zou ook best kunnen. Maar dat was al langer. Had hij al eens eerder gevraagd of ik ze kon invallen en zo. Maar nu is er de tijd voor. Heb ik de tijd voor. Ben ik daarbij gegaan. Daarmee spelen we nu veel een beetje door Europa. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus, ja, omdat het rustig is met mij en qua optredens. Ik ben altijd wel zo. Zet mij achter de computer en ik ga nummers schrijven en opnemen. En, dat moet gewoon doorgaan. Dus ben ik nu daarbij gegaan.